dit hier, dat is mijn werkkamer. En hier heb ik voor jullie mijn nieuwste boek geschreven. En dat heet Snoot. Snoot, niet snot, dat is iets anders. Nu, die snoot, ik kan me inbeelden dat je afvraagt waar dat woord vandaan komt. En snoot heeft gek genoeg te maken met een papegaai. Want de meeste papegaaien, die heten natuurlijk coco. En coco, dat vind je ook in het woord kokosnoot. En ik dacht van, hé, het is nu toch wel origineler om mijn papegaai snoot te noemen, in plaats van, zoals iedereen die noemt, coco. Mijn verhaal heb ik gebaseerd op een papegaai die ook echt bestaan had. En die papegaai die kon enorm kussen, smakken, slebberen, weet ik veel. Was enorm leuk. Maar die woonde bij een koppeltje. Die man die vond dat ook heel leuk. Maar op een dag kwam hij erachter dat die papegaai dat had overgenomen van de vriend van zijn liefje die zij stiekem had. En ja, met hen is het niet zo goed afgelopen. Maar met mijn papegaai heb ik natuurlijk ook andere dingen laten gebeuren die je zeker in dat boek maar eens moet lezen. En dit hier, dat is aan mijn grote trots. Allemaal boeken die ik heb geschreven. Heel wat planken zijn al gevuld. Onderste plank zijn trouwens ook speciale boeken. Dat zijn vertalingen, want ik ben ook in een taal of 13 ondertussen vertaald. Maar er rest mij nog altijd heel wat werk, want deze plank, die heb ik nog niet veroverd. Daar staan nog boeken van anderen. En mijn bedoeling is dat ik toch nog wel wat blijf schrijven en dat misschien ooit die laatste plank ook nog vol zal geraken.